Als ondernemer wilt u natuurlijk niet dat uw product door kinderen worden gemaakt. Feit is wel dat wereldwijd nog steeds 160 miljoen kinderen op velden, in mijnen of naaiateliers werken. En wat als blijkt dat uw productieketen niet kinderarbeidvrij is? Toekomstige wetgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zal ondernemers verplichten internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen en onder andere kinderarbeid in hun keten te voorkomen. Hiermee verklaart u dat u alles binnen uw macht doet om kinderarbeid in uw keten te voorkomen. Belangrijk hierbij is dat u het risico op kinderarbeid voor uw bedrijf inventariseert, maar ook dat u actie onderneemt. Een goede eerste stap bij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en het bestrijden van kinderarbeid is het opstellen van een IMVO-beleid samen met uw werknemers. Daarnaast voert u een risicoanalyse uit waarin u uw keten stapsgewijs in kaart brengt. Bezoek bijvoorbeeld uw leveranciers in de productielanden en check met welke tussenhandelaren ze werken. Praat met hen over de werkomstandigheden. Krijgen werknemers bijvoorbeeld een fatsoenlijk salaris? Is dat genoeg om hun kinderen naar school te sturen? Is er in uw keten een verhoogde kans op kinderarbeid? Geen paniek. De Nederlandse overheid steunt ondernemers die verantwoord willen produceren. Zo kunt u terecht bij het Fonds Bestrijding Kinderarbeid voor subsidie, maar ook voor informatie en advies. Bijvoorbeeld over uw risicoanalyse of mogelijke samenwerkingspartners. Meer weten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen of wat het Fonds Bestrijding Kinderarbeid voor u kan betekenen? Kijk dan op www.rvo.nl/fbk.